Welkom bij Oxpellersolder, leuk dat jullie weer kijken. Dit keer wil ik jullie een blik werpen op de Piramides van de Jaguar, uitgegeven door 99 Games. Het is een spel voor twee spelers waar je ongeveer een 15 tot 30 minuutjes mee bezig bent. En in dit spel gaan wij met elkaar de strijd aan om een weg door de jungle te vinden, door elkaar kaarten te geven die we op een specifieke volgorde in een piramide moeten plaatsen. En kunnen we dat niet, dan gaan we de tegenstander stapjes geven. En afhankelijk van wie er op het juiste moment vooraan staat, wordt hij de winnaar. Dus laten we maar eens een blik werpen op wat er in het doosje zit. Het spel is bedacht door Gunter Burkhardt en wij krijgen de spelregels in het Nederlands. En de regels zelf zijn duidelijk opgezet met uitleg van de verschillende symbolen, voorbeelden erbij. Prima regels om erheen te gaan. Het is ook niet een al te complex spel. We krijgen het speelbord waarop de twee piramides staan voor de beide spelers. En het spoor waarover wij een race door deze jungle gaan houden met elkaar. We krijgen de markers voor de spelers en de Jaguar markers. En een deck met kaarten genummerd 1 tot en met 40. En dat is wat we krijgen, dus laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit. Elke speler neemt een pion en die zetten we op het startveld. We schudden de kaarten en we delen elke speler 15 kaarten. De resterende 10 leggen we aan de kant. Die worden in deze ronde niet gebruikt. En we leggen de Jaguar fiches binnen handbereik. Het doel van het spel is dus om zo ver mogelijk op dit spoor te komen. En op het moment dat het spel voorbij is, en dat kan op verschillende momenten gebeuren. Elke ronde die we spelen gaan we checken of het spel voorbij is of doorgaat. Degene die het verst vooraan staat is de winnaar. En dat gaan we doen door elkaar kaarten in de mik te proberen te splitsen. Waardoor we stapjes aan de andere speler moeten geven. Maar zo zit het mop. Nou maar eens een potje gaan bouwen. Kies willekeurig een startspeler en die begint. En als je aan de beurt bent, ga je uit jouw hand van kaarten twee kaarten uitkiezen die je aan je tegenstander gaat aanbieden. Laat ik bijvoorbeeld deze twee kaarten nemen. Die twee kaarten bied ik aan mijn tegenstander en die gaat er eentje kiezen om te plaatsen in zijn of haar piramide. Als je kaarten in je piramide plaatst, mag je ze plaatsen waar je wilt. Alleen je bent verplicht om de numerieke volgorde te respecteren. Waarbij het laagste getal links onderaan staat en zo van links naar rechts het getal steeds hoger wordt. Nou, in het begin is dat geen probleem. Laten we zeggen dat Googly Eyes de 33 kiest. De getallen zijn 1 tot en met 40. Ik kies de 24 en die plaats ik bijvoorbeeld hier neer. Daarna doet Googly Eyes hetzelfde. Die pakt twee kaarten, die biedt hij aan mij aan. Ik mag als eerste kiezen. Ik kies voor mezelf de 25. Googly Eyes neemt de 36 en ik leg de 25 neer. En dan kies ik weer twee kaarten enzovoort. Enzovoort. Als je op een gegeven moment een kaart krijgt die je niet kan spelen, 39 en 40, nou, hij is verplicht er eentje te nemen, bijvoorbeeld de 40, dan moet hij die over een kaart leggen die hij al gespeeld heeft, waarbij de waarde dus nog steeds klopt. Dus bijvoorbeeld hier wordt de 40 neergelegd. En dat markeert hij dat er een dubbele kaart ligt met een Jaguar. Ik moet de 39 weer plaatsen, nou, als de 40 hier ligt, dan zal dit de hoogste kaart zijn. Als je zo'n marker plaatst, geef je stappen aan de andere speler. En het aantal stappen wordt bepaald door het niveau waarop je de Jaguar tegel plaatst. Dus in dit geval krijg ik 4 stappen. Nou, laten we zeggen dat ik grijs ben. 1, 2, 3, 4. Als je met je onderzoeker op een vakje terechtkomt waar een afbeelding staat, een gebeurtenis zoals dat noemt, dan mag je die uitvoeren. Je bent niet verplicht. Maar hierbij kun je bijvoorbeeld een kaart in je eigen piramide verwijderen, of een kaart in de piramide van je tegenstander verwijderen, een Jaguar fiche verwijderen of een kaart stelen uit de hand van de andere speler. Maar zo gaan we vrolijk verder door ons de beurt elkaar twee kaarten aan te bieden, waarbij de andere speler er één kiest en jij de andere weer terugkrijgt en beide plaatsen die kaarten. Totdat ofwel iemand de piramide volledig vult of een speler nog maar één of geen kaarten meer in zijn hand heeft. Mocht jij een kaart moeten plaatsen op een positie, dat is een heel raar voorbeeld, waar al een Jaguar ligt, dan is een ronde ook voorbij. En de winnaar van een ronde, als je dit moet doen, verlies je de ronde. Dus dat betekent dat de andere speler de winnaar is. Of als je je piramide perfect gevuld hebt, dan win je de ronde ook. Krijg je
5 stapjes, dus het kan best snel gaan. En als een ronde voorbij is, dan staan we waarschijnlijk op bepaalde posities op het scorespoor, als je het een beetje voor elkaar hebt. En dan gaan we kijken of dit het einde van het spel is. Dat doe je door, je hebt aan het begin van elke ronde leg je 10 kaarten apart, de bovenste kaart om te draaien, is die waarde gelijk aan de positie van de voorste pion of lager, dan is het spel voorbij. In dit geval pak ik 32, we staan op 16, dus het spel is nog niet voorbij. De kaarten worden allemaal weer opgeruimd, geschud en iedere nieuwe ronde begint. En degene met de hoogste waardekaart in zijn of haar hand is de startspeler van de nieuwe ronde. Zo gaan we verder tot we uiteindelijk aan het einde van een ronde een kaart opendraaien die daadwerkelijk lager is dan de positie van de voorste reiziger. En dan is degene die het verst vooraan staat de winnaar. Mocht het een gelijkspel zijn, dan is degene die de laatste ronde heeft gewonnen de winnaar van de piramide van de Jaguar. En zo wordt het spel gespeeld. De piramide van de Jaguar is een matig tweespelerspelletje in mijn optiek. Aan de ene kant, het mechanisme is op zich prima. Je krijgt allebei een hand kaarten, je kiest er 2, geef je aan je tegenstander, die kiest er eentje voor zichzelf, de andere krijg jij. En zo bouw je langzaam de piramide vol. En tegelijkertijd probeer je een beetje te kijken of je kan inschatten dat je kaarten naar je tegenstander schuift, waardoor die dubbel moet bouwen en waardoor jij dus stapjes op het spoor krijgt. Maar de eerste paar rondes kun je over het algemeen alles gewoon prima kwijt. Dus is het 2 kaartjes. En op een gegeven moment, als de piramide zich vullen, dan wordt het wat spannender. En dan wordt het ook iets tactischer. Maar ook dat stukje tact vind ik matig. Omdat je, je mist 10 kaarten in de hele getallenreeks. Je weet nooit precies wat voor kaarten je tegenstander kan hebben. Het is redelijk gemakkelijk om slechte kaarten te ontwijken tot op een zekere hoogte. Het voelde gewoon niet heel erg spannend in dat opzicht. En wat ik ook een minder element vind is, het spel duurt 1 of 2 rondes. Het kan maar zo zijn dat je na de eerste ronde heb je een paar stapjes gezet, we draaien de bovenste kaart om en klaar. En daar is het natuurlijk ook een snel spelletje en speel je meestal best of 3. Maar die willekeur waarop het opeens afgelopen kan zijn, daar was ik ook niet bijzonder van gecharmeerd. Aan de andere kant het puzzelelement, het bouwen van je piramide, kijken welke kaarten je waar neer kan leggen. Vooral ook kijken welke getallen heb ik zelf. En als iemand dan uiteindelijk in een hoekje geschilderd zit, als je daar dan precies een kaart tussenin kan duwen, dat is absoluut wel een grappig gevoel. En ook het artwork van het speelbord en de vormgeving van de kaarten en ook de mooie met goud bedrukte fiches, dat zien er allemaal prima uit. Maar het is niet een bijzonder tweespelerspelletje. En het is om die reden dat de piramides van de Jaguar een matig spelletje is. De mechanismes werken, maar de spanning ontbreekt een beetje tot op een zekere hoogte. En dan nog is het geluksafhankelijk. En de willekeur van het kan opeens voorbij zijn, 1 of 2 rondes, vind ik net niet genoeg om de mechanismes te verantwoorden. En het is om die reden dat ik het een 5 heb gegeven. Spellen Zolder.